De Afrika Cup staat voor de deur. Zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie er zin in om dat toernooi van kort bij te volgen? Er zijn heel wat grote landen, ook wat nieuwe landen die meedoen. En we hebben ook een paar sterren die in Europa geschitterd hebben in de Champions League, in de Engelse Premier League. Dus ik denk dat het een mooi toernooi gaat worden. Het is op tactisch vlak niet altijd super interessant. Op vlak van spektakel, van spelers ontdekken die dat we niet kennen of minder kennen, is dat wel heel interessant. Ja. Egypte is de topfavoriet, het gastland, maar natuurlijk ook met Mo Salah, de absolute ster van het Afrikaanse voetbal. Egypte heeft het 4 keer vroeger georganiseerd, won 3 van de 4 vorige edities. Nu zijn ze weer topfavoriet met Mo Salah. En natuurlijk ook de druk van de fans, het publiek, op scheidsrechters, op tegenstevers. Kan die druk ook verlammend werken voor een Salah? Heb je hem al gestresseerd gezien, Salah? Nooit. Hij neemt plezier, hij speelt, hij wil de bal, hij wil spelen, hij lacht altijd. Andere favoriet is Senegal. Grote, sterke jongens, fysieker en daarbij natuurlijk een Mané. We hebben ook Koulibaly die nog in België speelde, bij Napoli goed speelt. Balde van Inter Milaan, Sané van Schalke. Ze hebben heel wat jongens die in Europa op een hoog niveau spelen. Ze hebben een lokale trainer die ook heel goed is. Hoe schat je Marokko in? Marokko heeft natuurlijk Hervé Renard, de man die al 2 keer gewonnen heeft met Zambia en met Ivoorkust. En heeft heel wat sterkte met Hakim Ziyech en anderen die op Europees hoog niveau spelen. Hun enige probleem zou kunnen zijn dat ze misschien niet een echte goalgetter hebben. Ja, en leuk om Bark Boussoufa misschien nog eens terug aan het werk te zien. Ja, zeker. Ik blijf de competitie van Saudi-Arabië volgen, dus ik heb hem daar een paar keer zien spelen, ook met Al-Shabaab. Maar ja, het probleem van Marokko zonder spits kan misschien opgelost zijn door door bijvoorbeeld een Ziyech die van rechts komt, die naar binnen komt om te schieten, die niet buitenom zal gaan om te voorzetten. Cameroen, heel leuk trainersduo, voor mij dan toch, Clarence Seedorf en Patrick Kluivert. Maar hebben zij kwaliteiten genoeg om iets te bereiken op deze Afrika Cup? Bedoel je de trainers of de spelers? De combinatie. Heel veel respect voor de spelerscarrière van Seedorf en Kluivert. Maar als trainer hebben zij op dit moment nog niet veel op hun palmarès staan. Ze hebben bij heel grote clubs en teams mogen werken, maar nog niet veel bereikt. Wordt dit het toernooi van Ali Samata, topschutter in België? Kan hij dat ook daar laten zien met Tanzania? Ik vermoed dat hij in de eerste ronde wel hier en daar een goaltje gaat meepikken. Maar het zal al mooi zijn als het zou een mirakel bijna zijn als ze de eerste ronde overleven. Ik verwacht misschien sommige goede acties van hem. En als hij een doelpunt mee kan pikken, zou dat prachtig zijn. Mm-hmm. Maar veel meer zie ik niet. Jongens, de VAR doet ook zijn intrede in Afrika. Jij begint al te lachen, maar vanaf de kwartfinales gaan ze dat proberen. Ja, ik moest lachen omdat de VAR ook wel zijn intrede had gedaan in de Champions League in Afrika. Maar de scheidsrechters wisten dat de VAR niet was aangesloten. De stekker moet wel in contact zitten, anders werkt die natuurlijk niet. dat bedoel ik. Als het niet zou werken, iedereen zou dat een grap vinden. En dat wil niemand. Wie wint de Afrika Cup 2019? Marokko. Ja, Egypte zeg ik als nummer 1, maar zelfs Algerije kan een goede tweede zijn.